Ik heb namelijk vet veel vragen gekregen op mijn haarkrul. Ik ga er een aparte video van filmen. Nee, trouwens wel. Oh, goed. Nou, let's go. Ben je nu nog aan het vloggen? Ja. Giet net goed. Nou, ik ben met Marit. Oké, in totaal gaan er dus 16 items weg uit mijn kast. Enig, deze. Goedemorgen, het is vandaag alweer maandag. En het is een heerlijke dag. Het wordt echt rete warm. Auto. Ik heb even helemaal geen make-up op. Ik dacht, dat gaan we vandaag niet doen. Ik heb alleen even wenkbrauwen gedaan. Ik heb namelijk best wel een druk schema voor vandaag. Ik bedenk echt altijd wel weer wat. Ik verveel me eigenlijk nooit. Maar omdat het dus 22 graden wordt, wil ik sowieso gaan zonnen. Ik heb gewoon kleur nodig in mijn leven. Die pukkels gaan dan ook wel een beetje langzaam verdwijnen. En ja, ik mag gewoon sowieso weer een kleurtje gebruiken. Aangezien ik vet lang geen zon meer heb gezien. Mijn huid, zeg maar. Die mist gewoon sowieso 1,5 jaar aan zon. Dus ik ga vandaag dus zonnen. Maar goed, ik heb dus de wekker gezet. Oh, ik heb nog gewoon een beetje een moe oog. Ik begin een beetje te tranen. En dat komt, dat doe ik eigenlijk bijna niet deze tijd. Omdat ik geen school en zo heb. Maar ik word van mezelf ook al heel vroeg wakker. Dus ik word nooit 10:30 of zo wakker. Dat is echt laat voor mij. Dus ik hoef eigenlijk ook geen wekker te zetten. Maar ik heb het nu dus gedaan. Maar dat komt omdat ik een drukke planning heb. Het is dus 8:30 en ik ga de weekvlog editen voor morgen. Die komt morgen online. Oh, ik heb echt een traanoog. Wat is dit? Dus ja, en ik had dus al gezien, ik heb bijna 2 uur aan beeldmateriaal en dat moet dus heel wat korter worden. Dus daar ga ik even mee bezig zijn. Verder heb ik dus hier allemaal kleding die ik dus wil gaan verkopen en schoenen. En dit is nog niet eens alles. Ik heb gewoon even snel een kijkje genomen in mijn kast. Alweer, ja, yeah, I know. En dit kwam eruit. Maar goed, dat was dus nog niet eens echt goed uitgezocht in mijn kast. Er kan waarschijnlijk nog wel veel meer weg. Vooral van de jurkjes en rokken, want ik heb er zoveel van. Dus dat wil ik eigenlijk ook nog gaan doen. De kast uitzoeken, zeg maar. En dan foto's maken van die kleding. En weer een Insta-closet doen en op Unite Wardrobe zetten. Dus dat is de planning. Editen. Foto's maken van de kleding. Als ik daar zin in heb, anders doe ik het later deze week. En zonnen. En ik wil nog sporten. Dus dat, ik zou even laten zien wat ik aan heb. Het is namelijk echt niet bijzonder. Ik dacht, ik ga echt niet, ja, helemaal leuk iets aandoen. Want ik ga toch straks lekker mijn bikini aandoen en in de zon bakken. Maar voor nu draag ik dit topje van Chiquelle. Dit is echt een rete mooi topje, vind ik. Mooi kleurtje, een beetje dat licht zalmroze. En ja, die stretch gewoon super chill. Dus die kroptopje en deze lila joggingbroek van Naked. En verder zit mijn haar nog gekruld. Het is de derde dag. Ik heb de weekvlog geëdit. En hij is van 1,5 uur, bijna 2 uur eigenlijk. 1 uur en 40 minuten. Naar 38 minuten gegaan. Dus ik heb echt heel veel geschrapt. En nog vind ik het 38 minuten dat ik denk, moi. Dus let me know in de comments. Wat vinden jullie maximaal wat een weekvlog mag duren? Of wat vinden jullie leuk om te kijken? Vind je dat 20 minuten, 30 minuten, 10 minuten, 40 minuten? Let me know. Want daar struw ik soms echt mee. Dat ik denk, oh god. Ik moet echt veel verwijderen. Zo, ik heb me even gescrubt en gedoucht. En ik heb deze nieuwe bikini top van de H&M. Vind ik echt heel erg leuk. Want hij heeft ook zo'n kruis aan de achterkant. En ik wil nog sowieso allemaal bikinis bestellen op Savoo. En dan een Savoo bikini shop blog. Dus let me know als jullie dat leuk vinden. En ik draag dit, ja, heel zwierige broekje van de Pull & Bear. Maar die is van 2 jaar geleden volgens mij. Dus ik weet niet of ze dat nog hebben, maar dat vind ik wel gewoon chill voor nu. Lekker. Dus ik ga lekker naar buiten. Ik ga lekker wat drinken maken. En dan ga ik zonnen. Yay. Beetje ontplof. Ja, dit ziet er ook niet uit. Ik doe het weer vast. Nou, enig not. Er is weer een pakketje binnen. Zo'n grote doos. Voor een klein ding. Daar is het weer een doos. Het is echt heel leuk, van de H&M. Enig, deze. Oh, hij is echt heel leuk. Deze mok, ja, ik kon het niet laten. Hij is met schelpen en goud randje. Heel leuk. Helemaal blij mee. Nou, die heb ik dus gekocht en die was echt maar 5 euro of zo. Dus ik dacht, yo, leuk. Goed, ik ga weer verder zonnen. Ik
ga op zich wel een beetje lekker. Het is 1 uur en om 4 uur wil het dus het warm zijn, 23 graden. Dus dat is top. Oh ja, en alles wat ik koop of voorbij kom in deze weekvlogs, vanaf nu. Eigenlijk deed ik dat soms al, maar nu doe ik het vanaf elke keer. Alles zet ik in de beschrijving. Dus deze mok zet ik ook wel even in de beschrijving. Maar dat kun je dus altijd terugvinden in deze videobeschrijving. Nice. Nou, ik ben op zich wel verkleurd. Ik kan het wel laten zien op mijn buik. Zie je, als het goed is hier zo'n streep. Ik weet niet hoe dat kan. En dat is rood. En hier heb ik een bikiniband. Ik heb even mijn kast opgeruimd. Oké, mijn haar is echt ontploft, I know. Ik ga het straks denk ik even wassen en morgen weer opnieuw fixen. Dus let daar even niet op. Ik heb de hele tijd in een knot gehad. En ik heb trouwens een sport-BH aan omdat ik vanavond even wil sporten na het eten. Maar ik ben even net gewoon op mijn eigen gemakje door mijn kast gegaan. Ik ben even opnieuw mijn weekvlog aan het inplannen, want het was nog een foutje. En toen keek ik hem en toen zag ik dus dat ik de aanbeelden vergeten was van Chiquelle, de pakketjes, om dat er nog doorheen te doen. Maar ja, dat moet wel, dus dat heb ik nog even gedaan. Die had ik wel gefilmd, maar was gewoon vergeten in te editen. Maar goed, ik heb dus een hele stapel hier met kleding die ik echt weg ga doen. En ik denk dat ik daar straks na het eten, want ik heb toch niks te doen, daar ook foto's van ga maken, aangezien het toch nog lekker lang licht is. En dan ga ik die ook misschien gelijk op Insta Closet zetten en op mijn eigen Insta dus, als closet seal. En op United Wardrobe. Maar ik dacht, ik ga even snel doorheen. Nou ja, mocht er nog iets online staan, check even mijn Insta pagina. Dat is @floordelver. En daar heb ik een highlight met closet seal. Kun je daar dus kijken of het item die jij misschien, ja, waar jij interesse naar hebt, of die er nog is. En anders United Wardrobe. Maar ik heb altijd mijn Insta en United Wardrobe in de beschrijving gelinkt. Dus dat is wel top. Oké, laten we beginnen. Ik ga namelijk deze weg doen. Doe ik even de gulp dicht. En ja, deze heb ik wel echt vaak gedragen. Was echt een fijne broek van Most Wanted. Maar niet Most Wanted eigen merk, maar echt zo'n fijn merkje. En het was echt een goede broek. Hij ziet er nog steeds super goed uit. Anders had ik hem niet weggedaan natuurlijk. Dan had ik hem gewoon weggegeven aan mijn nichtje of weet ik veel, weggedoneerd. Maar hij ziet er echt nog super goed uit. En het is dus zo'n donkergrijze wassing. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Het is niet zwart, maar donkergrijs. En hij heeft dus van die gaatjes. Ja, en dat is een maatje 36. Nou, ik draag ook geen spijkerbroek. En hij heeft trouwens ook super vet aan de onderkant van die, ja, van die ribbeltjes. Dat vind ik zelf heel erg mooi. Maar ik draag dus geen spijkerbroeken. En als ik een spijkerbroek draag, is het eigenlijk een mom jeans of zo. Dus ja, eigenlijk helemaal geen zwart spijkerbroek of grijs of zo. Ja, ik ben daar gewoon niet meer van. Dus die ga ik wegdoen. Deze ga ik zo nog even passen. Dit is namelijk echt een mega leuk zomerjurkje van Colorful Rebel van afgelopen zomer. Dus met dit printje. En dat is zo'n wrap jurkje. Met hier zo'n mooie ruffle. En hij is gewoon heel kort en zomers. Maar hij is echt leuk. Als het echt warm was. Want toen was het ook 40 graden. Weet je gewoon niet wat je aan moet. En dan deed ik dit aan. Maar mijn titties vloepten er een soort van beetje uit. Dus ik ga hem zo even passen of dit nog wel, ja, of ik dit wel pas. Maar ik wou hem zo hebben dat ik hem toen had gekocht. Zou ik hem echt nog maar één keer heb aangehad. Dus dat zou wel heel zonde zijn als ik het toch niet ga passen. Dan een nieuw item met kaartje er nog aan. Van Chiquelle. Dit is een spijkerrokje. Dan, hetzelfde geval. Ik draag geen spijkerdingen. Deze. Een wit spijkerrokje met een gescheurd onderkantje. Maar deze heb ik al verkocht. Dus die gaat weg. Dan deze. En deze is echt fucking leuk. Maar ik mag er van mezelf geen twee hebben. Dit is namelijk een leerbroekje. Van Colorful Rebel. Met een band. Ik ga hem even strikken. Je moet het maar even aanzien. Maar dit is gewoon echt een heel leuk zwart leerbroekje. Ja, en hij is echt super leuk in de herfst met een panty en laarsjes eronder. Maar nu ook straks voor de zomer of met festivals. Het is een maatje S volgens mij. Ja, S. En van Colorful Rebel. Hij is echt mega goede kwaliteit. Ook best wel duur. Maar ik heb er dus nu een nieuwe van Colorful Rebel. Met die franjes aan de zijkant en dat riempje. En die vind ik, ja, die vind ik leuk, want die draag ik gewoon meer. Dus dan heb ik deze eigenlijk voor niks te liggen. En dat is ook een leerbroekje, dus heb ik er twee. Dus deze moet ik met pijn in mijn hart wegdoen, helaas. Dan deze, en die is binnenste buiten. Deze is ook van Chiquelle. En dit is een maatje S. En dit is gewoon een gestreten hele lange jurk. Tot over je knieën, echt tot aan je enkels. Draag ik gewoon niet, dus nooit aangehad. En dan deze. En deze is echt mega leuk. Maar ik heb al zoveel jurkjes dat ik deze weg moet doen. Ik heb ook al heel veel zwarte jurkjes. Maar hij is wel echt heel erg leuk. Maar ik moet het gewoon weg doen van mezelf. Dit jurkje van Naked.
Zo, en dan heeft hij hier van die mesh doorzichtige en dan van die uitlopende mouwtjes. Dus, en dan met een riempje of zo is die echt enig. Dit is een maatje 34, maar hij valt dus als een 36, want jurkjes van alles van Nederland groter. Dus met een S pas je deze. Maar die ga ik dus ook weg doen. En die heb ik nog maar één keer aangehad. Dus echt, het is zo erg, I know. Maar goed, ik ga even het jurkje van Colorful Rebel passen. En dan ga ik besluiten of ik hem weg ga doen of niet. Ik hoop het niet. Ik heb hem aan en ik vind hem echt mega leuk. Dus ik ga hem echt niet wegdoen. Nee, ik vind hem echt te leuk. Ik heb nu wel mijn sport-BH eronder. Maar ja, dit bedoelde ik dus. En als ik aan het werk ben, ja, dan in de zomer of zo vind ik dit wel heftig. Maar aan de andere kant, het hoort wel bij jurkje. Nee, ik vind hem eigenlijk echt heel leuk. Dus ik ga hem niet wegdoen. Dus deze hou ik. Voor de rest ga ik alles wegdoen. Oké, in totaal gaan er dus 16 items weg uit mijn kast. Jee, goed zo, Floor. Check dus mijn Unite Wardrobe of mijn Insta Highlight. Closet sale. Nou, nice. Die ga ik vanavond denk ik allemaal erop zetten. Oké, ik ga eindelijk douchen, maar oh my god. Oh, ik zie het trouwens echt. Het lijkt wel een knop op mijn hoofd zo. Duur. Het gaat niet normaal snel. Ik heb net, echt net, 5 minuten geleden wat de items op Insta gezet. De Insta Closet. En er zijn al 5 dingen verkocht. Dus ik weet niet als jullie dit zien of er nog iets over is. Volgende keer zou ik het wel aankondigen eerder in de vlog. Dat als jullie, als die online komt, dat het er bijvoorbeeld die avond op Insta of Unite Wardrobe komt. Zodat iedereen gelijke kansen heeft, zeg maar. Dus de volgende keer. Maar goed. Ik ga nu echt douchen en dan ga ik lekker chillen op de bank. Zo, ik heb lekker gedoucht en ik ben uiteindelijk toch niet gaan sporten. Oh, ik moest half van lachen. Sporten, want het is altijd hetzelfde. Maar ik vond het zo lekker warm dat ik echt een beetje hoofdpijn had. En dat ik echt dacht, ja, ik ga echt niet sporten. Dus ik ga morgen met Sander even wandelen. En voor de rest staat het nog wel op mijn planning sporten. Dus dat komt nog wel. Ik ben echt best wel erg verbrand. Kijk, je ziet gewoon het bandje van de bikini. En deze sport-BH van de Hema. Die is echt super chill. Goedemorgen. Het is vandaag... Welke dag is het? Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag lekker roze. Ik heb geen tijd om mijn haar te doen. Dus het is echt nu een beetje lelijk. Beetje half slag of zo. Maar goed, ik zal zo even zeggen waarom. Ik draag dit jurkje. Heel erg leuk. Die is nieuw. Van de H&M. Die vind ik echt heel erg schattig. Met hier van die roezeltjes. En zonnebrilletje, die heb ik ooit voor Sander gekocht, maar ik heb 2 zonnebrillen voor hem gekocht en hij vond die andere mooier. Dus ik hou deze zelf, want ik vind hem echt prachtig. En ik moet zeggen, ik heb een heel groot hoofd, dus dit is ook een heel groot zonnebrilletje. Dus die past mij wel. Sander heeft niet per se zo'n groot hoofd als ik heb. Dus ja, hè? Iets meer in verhouding zo. Goed verhaal. En ik draag mijn nieuwe Nike Air sneakers. Ik vind ze echt enig. Kijk dan, heerlijk. Dus dat is mijn outfit en een roze scrunchie van Ali. Lekker vast. Het wordt vandaag volgens mij 20 graden met zon. Dus wel lekker warm. Ik heb echt heel slecht geslapen. Ik viel maar niet in slaap. Echt heel irritant, want mijn wekker stond 8 uur. Dus ik heb niet zo heel lang geslapen, maar goed, maakt niet uit. Ik word zo gebeld door de praktijkondersteuner, de POH, want dat is gewoon een wekelijks ding. Dus ik denk, vorige keer duurde dat een uur, dus ik denk nu ook. Maar... Ik word om 9:30 gebeld en het is nu 9 uur en ik moet nog iets van 9 pakketjes of zo maken. Want, of 10, weet ik veel. Echt vet veel. Dat moet ik ondertussen even doen voor ze belt. Want ik moet om 11 uur in de auto zitten, want Sander heeft om 12 uur een toets. En ik ga hem helpen. Want ja, hè, we zitten allemaal thuis. Hij moet thuis een toets maken, dus waarom zou ik hem dan niet helpen? Dus daarom moet ik echt wel om 11 uur weg. En ik wil ook nog pannenkoeken meenemen, want wij hebben dat thuis. En dan kunnen we in de lunch pannenkoeken maken. Dus ik heb nog veel te doen deze ochtend. Ik ga maar snel de pakketjes maken. En dan word ik straks gebeld. Volgens mij word ik zo gebeld. Maar ik ga eerst nog even een ontbijtje maken. Maar ik weet nog niet wat. Dus even kijken wat het gaat worden. Ik heb geen idee. Oh ja, ik moet nog even pannenkoekenmix pakken. Kijken of we spek hebben. Goed, ik heb even alle pakketjes weggebracht bij de Jumbo. De PostNL-punt. En het waren er echt heel veel. Maar gelukkig kan ik ze thuis allemaal labelen. Dus dan hoeven ze dat hier niet allemaal te doen. Dus dat scheelt. En dat is ook goedkoper als je het thuis doet. Ik ga nu naar Sander. Ik heb nog even pannenkoekjes gehad. Gaan we vanmiddag pannenkoekjes maken. En met spek en kaas en stroop. Heerlijk. Dus ik ga nu onderweg. En dan ben ik mooi op tijd. En dan zien we verder wel wat genoeg. Waarschijnlijk gaan we nog even wandelen. Maar goed, we kijken nog allemaal wel. Het wordt in ieder geval een lekker weertje. Goedemorgen, het is alweer woensdag en ik heb uiteindelijk toch bij Sander
geslapen. Dat was eigenlijk niet per se de bedoeling. Of tenminste niet afgesproken. Dit is dag 4 of zo van mijn krullen. Of nou ja, krullen. Het is nu vooral heel veel slag. Maar ik vind echt dat het er nog best wel goed in zit. Dat heb ik echt nooit. Dus ik denk dat ik de manier heb gevonden hoe ik mijn haar moet krullen. Ondertussen eet ik even mijn rijstwafel. Ik ga mijn haar zo ook weer opnieuw krullen. Ik ga hem nu even klaarmaken en dat ga ik met mijn nieuwe paletje doen. Met de rode tinten en oranje bij dit topje. Vandaag ga ik foto's maken. Dus Mardi komt vanmiddag, of eigenlijk 11:30. En gaan foto's maken. Sowieso moet ik van dit paletje dus een foto maken. Dus daarom deed ik rood aan. Want ik vind het wel leuk als ik ook rode ogen heb. En dan, ik heb al helemaal een idee. En achter mij liggen de outfitjes waar ik ook een foto van moet maken voor Insta. Voor een campagne of samenwerking. Dus dat gaan we vandaag doen. Het wordt wel heel warm. Waarschijnlijk 23, 24 graden. Maar komt allemaal goed. Dus ik ga me nu even lekker klaarmaken. En dan gaan we vanmiddag foto's maken. Ik heb helemaal zin om me klaar te maken en mijn haar opnieuw te krullen. Zo, goedemorgen dus. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb rode ooglook op. En vorige week vlog had ik gezegd van dat oogschaduwdoosje van John van G. Dat ik dus niet zo goed weet of ik dat elke dag zou dragen. Want er zitten best wel felle kleuren in. Maar ik kom er even op terug. Dit rode zou ik echt absoluut zo dragen. Ik hou dus heel erg van oogschaduw. Ik denk dat jullie dat nu wel weten. Maar goed, ik heb dat dus gedaan met goud. Ja, en dat is dus een oogschaduw van John van G. Ik zou hem even in de beschrijving linken. Is niet gesponsord of zo. Dus ik heb ook dit topje aan. En die komt van Asos. Maar dit is met zo'n pak. Er wordt eigenlijk ook zo'nzelfde kleur broek onder. Maar het gaat me even om de kleurencombi. Dus ik ga even mijn zus vragen of ze een foto van me wil maken. Met dat make-up ding. Ik kom even niet op de naam oogschaduw. En ik heb dus mijn haar trouwens weer gekruld. Moet nog uitzakken. Maar dat gaat best wel snel. En dan blijft het ook gewoon lang zitten. Ik heb namelijk vet veel vragen gekregen hoe ik mijn haar krul. Ik ga er een aparte video van filmen. En ik heb hem volgens mij al in mijn agenda staan wanneer ik dat ga doen. Want ik moet gauw mijn haar weer wassen. Ik moet zeggen, nu ik mijn haar dus krul, is het veel minder snel vet. Ik vraag me niet waarom. Ik denk dat ik minder snel door mijn haar ga en zo. Dus dat is eigenlijk best wel chill. Maar ik ga even kijken. Oh, deze video, deze weekvlog, komt dinsdag online. Dan komt aankomende zondag, als het goed is, de hoe ik mijn haar krul video online. Dus
stay tuned, dat komt er nog aan. Want ik ga er gewoon een apart video van maken. Omdat ik daar wat uitgebreider op in kan gaan dan als ik het in mijn weekvlog zou benoemen. Ja, ik heb dus nu dit aan, maar dit zou ik nooit zo snel normaal dragen. Ja, met een jasje of zo eroverheen. Maar dit is een bikershirt van Lofies. Die is echt super chill. En dan dus dit topje. En mijn nieuwe laarsjes van Must Have District. Dat zijn die Dr. Martens. En ja, daar ga ik bijvoorbeeld dit er allemaal nog bij combineren. En dan doe ik mijn topje uit. En dan heb ik bijvoorbeeld hier voor de foto. Oh, nou, binnen is het buiten zo'n panter met dit jasje. Nou, deze trui hierboven. Dat is ook heel erg leuk. En dan met een riempje. Een playsuitje. Nog een playsuitje. Ja, en zo kom ik... Zo kom ik er wel. Ik heb vandaag dit outfitje aan. Het wordt dus heel lekker weer. Hieronder zit een shirtje van Tess V. Dit spijkerjasje is van Must Have District. En deze zonnebril is van Faux. En deze bikershot is van Lofies met mijn Dr. Martensjes. Dr. Martensjes. En dit vind ik ook heel erg leuk om uit te doen en dan hier een riempje om te doen. Doei! Giet net goed! Nou, ik ben met Marit. Yay. En ik ga voor de eerste keer bij haar naar een nieuwe auto. En moet ik bang zijn? Oh, nou, let's zo... go. Ja, het is echt... Kan ik daar ook omheen rijden? Nee, ik kan een rondje. Weet je, die blossombomen, weet je wel, die rosge. Die vind ik ook echt top. Ik wou dat wij zo'n park in Nijverdal hadden, weet je wel, met al die bomen. Sporty. Oké, okay, even deze goed doen. Die wil ik zien. Het gaat om een jasje. Nou, let's go! It's a wrap! Yay. We zijn klaar en nu, het is 3:30, we zijn om 11:30 begonnen, dus... Gewoon 4 uur lang, hè? Ja, we hebben echt een gegeten, half uurtje. Kijk dit dan. Maar. Maar nu gaan we even gewoon lekker in de zon zitten, denk ik. Of in de schaduw, het is echt best wel warm. Maar ik heb er helemaal warm van dat omkleden en zo. Ja. Maar goed, echt alles gaan wat moest, dus dat is top. En nou gaan we lekker gewoon even van het weer genieten nog. En vanavond lekker sushi bestellen. Zullen we om, hoe laat zullen we sushi bestellen? Nee. Want... 5 uur of zo? Ik weet niet hoe lang het duurt om dat te brengen. Nou, vaak kwartier, half uur. Vijf uur? Oké, nice. Oh, nou, heel toevallig net een pakketje binnengekregen. Ik had onlangs van hun ook wat items. Volgens mij, ik weet even niet meer wat. Ik ben even helemaal van apropos naar al deze kledingstukken. Volgens mij schoenen of zo, ik weet het niet meer, gekregen. Die zat in mijn lenteshopblog. Maar ik heb dus zelf nog een keer wel besteld, want ik vond een item zo leuk. Ik vind ze echt oprecht leuk. Dus ja, en ik heb eindelijk de perfecte mom jeans in het grijs gevonden. Die wil ik al heel erg lang. En ik heb een maatje M, want ze zei dat die best wel klein viel. Ik zeg dat die best wel groter uitziet, maar dat denk je altijd. Het is namelijk deze. Super mooi met van die scheuren. Dus dat vind ik wel echt nice. En de onderkant heeft ook echt super mooie scheurtjes. En dat was volgens mij €40. Dus daar ben ik wel blij mee. Deze maat gaat even afwassen. Moet ook gebeuren, hè? Want de vaatwasser is kapot. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, let's do this. Twee chopsticks. Nice! Maar deze twee personen zijn zo vies. Ja? Ja, die zijn zo vies. Nooit heb alle twee. Even hier een pokeball met garnaal en kip. Sojaboontjes. Ik heb de gefrituurde garnaal, maar het heeft de... Wat is het trek? Oh ja, paling. Komkommer en Marit heeft de avocado. Lekker, lekker.
Lekker super. Eten! Oh, je moet nog even zout op. Dat hebben we nog niet. Heb ik dus nog nooit zout gehad? Nee. Nou, bon appetit. Hoe eet jij dit dan? Met die. Ook met stokjes? Ja, het hoort wel. Maar het gaat sowieso allemaal flikkeren. Ik doe er altijd. Zit er ook saus in of niet? Weet ik niet. Ik doe er altijd sojasaus erin. Komkommer maakie. Dit is gewoon mijn derde keer sushi. Oeps. En eigenlijk, ik lust niet eens komkommer, hè, maar in sushi wel. Lust je geen komkommer? Dat is raar, hè? Ja. Dit is best moeilijk eten met stokjes. Ik zeg je eerlijk. Hoe eet jij het, man? Pokeball? Ik eet bijna nooit een pokeball. Bij je thuis wel. Oh, gut. Nou, jongens. Toedels, mijn batterij is leeg. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag. En ik heb gisteren niet meer kunnen filmen. Ik weet niet of ik woensdag heb gefilmd. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Gisteren was ik dus bij mijn vader en was ik de kids aan het lesgeven. Dat was altijd wel leuk, maar dat doe ik dus elke donderdag. Dus elke donderdag kan ik eigenlijk niet filmen, want hun kan ik niet op beeld doen. Maar goed, ik was lekker les aan het geven. En we gingen nog met scheerschuim tekenen op de tafel. Dat was wel grappig. Dus we hier een klein filmpje in beeld doen. Oh, volgens mij heb ik dat filmpje trouwens helemaal niet opgeslagen. Maar ja, maakt het niet uit. Vandaag ga ik lekker naar Sander vanmiddag eigenlijk. Ik ga eerst lekker filmen. Ik heb mijn haar echt weer sinds tijden echt gesteld. En ik moet zeggen, het groeit wel weer lekker aan ofzo. Want ik had het dus echt vet kort geknipt. Dat ik normaal echt tot nog net in mijn kont had. Echt te lang, I know. Maar goed, ik heb het dus nu... Wat zou het zijn? Tot hier. En ja, ik weet dus niet zo goed wat ik... met mijn haar wil. Of ik ga het sowieso niet meer tot zo lang. Maar of ik het tot hier wil gaan groeien. Of toch wel tot hier hou. Dus let me know wat jullie ervan vinden. Ik ga nu filmen. Ik ga mijn sieradenstash opruimen en uitzoeken. Dat wordt een aparte video. Als jullie dit zien, komt die vrijdag online. Want ik heb echt tering veel sieraden. En ook een rete veel sieraden die ik niet meer draag. Ik draag dus altijd goud. Ik ben overgestapt. Dus ik heb ook nog heel veel zilver. Maar ik heb laatst nog heel veel ook nog aan mijn beste vriendin weggegeven. Omdat ik zei, ik ga het gaan uitzoeken. Dit is sowieso al wat ik weg doe, dus neem het mee. Dus hij heeft de hele zak meegenomen, dus dat is wel leuk. Dus, dat ga ik doen. Oh ja, ik wil nog wat zeggen. Want ik heb dus die broek, wat jullie hiervoor zagen, die spijkerbroek. In ieder geval deze. Had ik dus besteld. Is de rits kapot? Ik wou hem aandoen om te passen. Is die rits gewoon al kapot, zeg maar, dat hij weer open gaat aan de onderkant? Dat vind ik zo irritant. Maar goed, ik dacht, ja, hallo, ik heb hem net nieuw. Ik doe hem nu letterlijk voor de eerste keer aan om te passen. En die rits is gewoon al kapot. Dus nou ja, ik had een berichtje gedaan naar hun. En ja, dat ze dat niet konden controleren of zo, kan het niet retour. Dus dat vind ik wel een beetje raar. Maar goed, en nu moet ik het zelf laten maken bij... iemand die ritsen kan maken. Dus ik ga straks even kijken waar dat kan. En dan gaan hun het wel vergoeden. Dus dat is op zich wel chill. Want ja, ik kan er niks aan doen dat hun een kapotte broek opsturen, zeg maar. Dus wel chill dat ze het vergoeden. Maar ja, dan moet ik uiteindelijk nog wel zelf achteraan. En dat vind ik echt heel irritant. Maar goed. Ik hoop dus dat het open is. De kledingmaker. Want ja, je weet niet wat er nu allemaal open is en zo. En anders zit ik dus gewoon met een kapotte broek. Ik bedoel, het is wel 40 euro. Kijk. Hè? Maar toch. Dus ja, ik weet niet. Beetje mixed feelings. Dus ik ga denk ik... Oh, als Sander mij ophaalt vanmiddag... Is mijn camera nou los? Oh ja, er is een schroefje weg. Nou ja, goed. Als Sander mij ophaalt, gaan we even kijken of dat dan open is, denk ik. Maar goed, genoeg gelot voor vandaag. Ik laat even mijn outfitje zien. Nou ja, goed, ik draag... Ik weet dus niet zo goed wat ik van deze lange sleeve wil, dus ik vind. Dus ik denk dat ik een stuk af ga halen. Goed, dan ben ik ook wel een beetje bang dat die... Ja... kapot gaat. Maar goed. Dit topje is van Tess V. En dan gewoon mijn leren broek van de Naked. En ik ga deze schoenen van Raved Must Haves eronder doen. Alright. Oké. Okay. Ik ga even zo eten. Want het is, hoe laat is het? 11:30. Ik heb nog helemaal niet ontbeten. I know. Zo slecht. Maar als ik eenmaal iets wil doen, dan wil ik het ook doen. Maar ik heb gefilmd en... Goed, dat Rissa moet je maar even zien in de video. Maar oh, er is zo mega veel weg. Dat is echt niet normaal. Het is zo clean nu. Alleen maar goud heb ik zo wat gehouden. Dus ja, ook daarvan is trouwens heel veel weg. Dus helemaal blij mee.
Dus ik ga nu even lekker eten. Ik ga mijn tas pakken. Ik ga een paasoutfit uitzoeken. Want ik ben eigenlijk dit weekend bij Sander. Oh, vrijdag. Dus vandaag tot met zondag. Zondag is eerst paasdag. En dan gaan we daar lunchen. Of brunchen eigenlijk. Dus ja, daar wil ik wel iets leuks aan. Dus dat ga ik doen en dan ga ik lekker eten. En dan haalt Sander mij om 1 uur op. Ik kan ook eigenlijk niet de komende weekend meer te veel filmen. Want Sander en zo wil niet op de film. Dus ja, ik ben een hitter met hem. Dus een beetje stom als ik dan dat wel doe. Maar goed, ik ga gewoon kijken wat ik kan filmen. Maar anders weten jullie dat. Maar goed, paasoutfitje. Misschien is deze ook wel erg leuk. Dit is namelijk wel echt zo'n leuk kleurtje. Dit playsuitje. Maar ik ga even kijken hoe warm het wordt. Vandaag wordt het 15 graden. Ja, dan kan dit op zich wel. Zaterdag 20 graden. Zondag 23. Oh, dat is wel warm. Oh, dan ga ik die niet aan doen. Want hij heeft wel echt lange mouwen en best wel dik stofje. Dus dat is echt te warm. Deze. Dit is ook wel leuk. Ik denk dat ik deze meeneem voor een paasoutfitje. Ik ga gewoon even een setje maken. Ik zal het zo laten zien. Maar eerst even dus al mijn kleren opruimen. Oké, ik ga gewoon voor dit paasoutfitje. Nou, mijn tas is helemaal vol. Echt bizar. Maar ik moet ook mijn sportkleding mee, want ik ga sporten. Ik moet outfitjes en zo voor paas, make-up. Weet ik het allemaal. Laptop, laders. Dus ja, dat wordt wel vol. Nou, top. Ik ga ontbijten eindelijk. Het is 12 uur. Wat erg. Oké, het is ook tijd om dit weg te gooien. Want dit zijn dus nou ja, echte planten. Maar ze vallen helemaal uit elkaar. Maar ik wou dus nieuwe planten kopen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. En ja, ik wou ze ook wel bestellen. Maar ik kon echt niet leuk vinden. Dus dit ga ik nu gewoon weggooien. Oh ja, ik... heb nog. Heel erg leuk. Iets besteld bij Lofies. Ik zag namelijk dat Fleur, mijn bakker, die had deze ook besteld. Of in ieder geval aangevraagd. Maar goed, zoals jullie weten, heb ik precies dit stofje. En er zitten dan van die gouden stiksels door. Op mijn bed en op mijn kussens. Op die deken en op mijn kussens. Dus, dat moest ik natuurlijk ook in een broekje hebben. Kijk dan hoe leuk. En dan zit er nog zo'n riem bij. Zo. En dit is dus precies wat ik op mijn kussen en op mijn dekentje heb. Dus ja, ik vind het echt geweldig. Hij is wel warm, denk ik. En hij ruikt een beetje naar jutezak van Sinterklaas. Maar goed, ja, heel leuk. Ik heb een maatje S, dus ik hoop dat ik hem pas. Maar ik heb nu even geen tijd om het te passen, dus die moet nog even een keer passen. Maar die heb ik in ieder geval besteld. Helemaal leuk. Oeh, jeetje. Wat warm. Ik ga nu naar Sander toe. Ik ga ook nog even snel een pakketje op de post doen. Het is hier echt bloedverziekend warm. Dus ik ga snel de camera weg doen en de airco aandoen. Oh, en trouwens, ik heb dus nu weer mijn haarstijl. En ik heb het gisteren gewassen met mijn favoriete zilver shampoo van Fudge. De Toning Zilver Shampoo. Echt aanraden. Hij is zo chill. En je hoeft hem echt maar 5 minuten in te laten trekken. En dan is het echt al wel weer goed. Want sommige plukken zijn al een beetje paarsig. Maar dat is echt maar 1 dag. Oeh, maar goed. Oké, okay, doei. Beeldig. Waar is die? Maar de... Oh, hij is een beetje beslagen. Limited edition Dunkin' Donuts. Gekocht. Want we hebben even boodschap gedaan. Welke kleur wil je? Roze. Roze? Ik wil ook roze. Maar dat was groene appel en strawberry in cream. Dus, helemaal benieuwd. Maar jij vindt er wel is eens. Is die lekker? Jij niet? Ja, zoete meuk. Weet je wat er is in, maar. Lekker. Koud. Glazuren. Lekker. Kijk dan, wat een rood feestje dit is. Heerlijk. Vitamine C. Hallo, neem even je eigen schaal mee. Kan er niemand tillen? Alsjeblieft. Dankjewel. Let's go. Dit doe je normaal nooit. Dus de camera. Oh. Ook dit kan ook wel. Lijkt wel een zwijnenstal hier. De welbekende kledingstoel. Het is vandaag Pasen. Eerste Pasen, dat is normaal. Ik heb mijn haar even half.
in zo'n staartje gedaan. Ik dacht, dat is wel leuk voor de afwisseling. Hè? En ik draag dit topje van... Even goed doen. Chiquel met dit rokje. Ik zal zo wel even in de spiegel laten zien. Maar wij gaan nu lekker brunchen. Heb je honger? Nee. Nee? Ik heb wel honger. God, wat zie ik eruit, zeg. Oh, hij is alweer donker. Nee, toch niet? Nee. Oh, nou, ik ben net in slaap gevallen. Dus vandaar dit hoofdje met half make-up. Ik ga gewoon lekker mijn make-up er nu halen. En we hebben eigenlijk vandaag helemaal niks gedaan. Echt geen reet. Sam, wat hebben we allemaal gedaan? Niks. Helemaal niks. Dus denken, we hebben patatjes gegeten. We hebben gebruncht, was heel lekker. En voor de rest echt oprecht niks gedaan. Ik heb in de zon gelegen. Ik weet niet of je het kan zien, waarschijnlijk niet. Maar goed, dat gaan we gewoon meer doen, zodat we lekker gaan verkleuren. En voor de rest niks gedaan. Even mijn make-up eraf. Oh, ik ben echt moe. Slaat nergens op. Maar van niks doen we echt moe. Maar oké, ik haal even mijn make-up eraf. En wij gaan zo over een kwartier of zo Boes op Vrouw kijken. Want dat kijken wij altijd. Dus, en verder niks. Ja, morgen weer een nieuwe weekvlog. En we gaan echt niks boeiends meer doen. Dus ik sluit de vlog af. Heel erg bedankt voor het kijken. Vond je dat leuk? Doe even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot vrijdag. Met een nieuwe video. Ja. Wat doe je? Ben je nu nog aan het vloggen? Ja.